Nee. En dan moeten we stoppen met opnemen, hè? Oh, zo. Heb ik iets gemist of zo? Heb ik zo lang uitgeslapen? Dit voelt zo goed, we houden er nooit meer mee op. En misschien straalt dat uit in de video. Ja, gelukkig maar. Alleen maar omdat wij hebberig zijn. Nu komt de aap uit de mouw, zou ik kunnen zeggen. Dat is echt pathetisch. Dat vind ik heel smakeloos. Ja. Echt respectloos. Ja. En dat lelijk. Niemand, en lelijk. Dus het is ook nog niet is dat je zegt, nou, voor de esthetiek mag dit. Nee. Het is echt schandalig. Kennis van het recht. Wat kan er belangrijker zijn voor een jurist? Nou, je persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld? Precies. Vandaag bespreken wij de jonge meesters van Pels Rijken. En naast mij zit Ewout Jansen. Hallo. Geen familie. Maar wel degene die mij wees op de jonge meesters van Pels Rijken. Ja. En hoe kwam jij dat tegen? Nou, ik was aan het solliciteren. Ik heb heel veel plekken gesolliciteerd en ook bij Pels Rijken. Mm-hmm. En toen heb ik ook geklikt op hun promotionele video's. Mm-hmm. We gaan dus allereerst de commercials doorlopen die ze hebben uitgebracht. En de eerste waar we over gaan praten is publieke en private sector. Gefeliciteerd. Jij ook. Strak pleidooi zeg. Goede voorbereiding is het halve werk, toch? Zeker. Prettig samenwerken. Nou, ik spreek je snel. Ja. Heel neppe. Ja. Extreem slecht toneel, gewoon à la The Passion. Ook voor grote commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed of ondernemingsrecht. Die violen die erbij komen, die harmoniseren niet met die violen die er al waren. Dus ik vond het een beetje bedreigend. Ja, uiteindelijk. Onheilspellend. Ja. En dan de tekst. Gefeliciteerd. Jij ook. Strak pleidooi zeg. Pleiten is iets wat altijd heel veel aandacht krijgt, omdat het best wel spannend is. Mm-hmm. Ja, iemand staat daar en te praten en het is misschien ook voor de advocaat heel spannend. Mm-hmm. Maar juridisch is het eigenlijk niet zo spannend, want je moet eigenlijk zo zien dat voor de rechter de feiten van de zaak zijn heel bepalend, heel belangrijk. En de processtukken. Mm-hmm. En in het Nederlandse rechtssysteem komt dat pleiten daar eigenlijk een beetje achteraan. Mm. En dat moet ook een soort toelichting zijn op wat er al in die stukken stond. Mm. En als het niet al in die stukken stond, dan is het eigenlijk te laat. En dan, dan mag het ook niet meewegen meer. Ook wordt er de suggestie gewekt dat ze gewonnen hebben. Ja. Terwijl dat weet je niet na een zitting. Hè? Pels Rijken staat bekend als dé juridische partner voor de overheid. Maar we werken ook voor grote commerciële bedrijven. Deze twee zinnen zouden heel goed het begin kunnen zijn van een heel kritisch artikel over Pels Rijken. Ja. Met de we vervangen dan door ze. Pels Rijken staat bekend als dé juridische partner voor de overheid. Maar ze werken ook voor grote commerciële bedrijven. Weet je wel? Ja. Ik denk meteen belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed of ondernemingsrecht. Je krijgt, als je recht studeert, niet vastgoedrecht of zo. Nee. Dat is wel in de advocatuur vaak zo. Dat groepen advocaten zeggen van, nou, wij zijn gespecialiseerd in vastgoed. En dan zetten ze er maar recht bij. Zo, want mensen denken van, oké, als ik in de vastgoed zit dan. En wat ze dan veel doen is huurrecht of eigendomsrecht. Maar dat zijn juridische begrippen. Maar vastgoedrecht is echt een praktijkbegrip, zeg maar. Het lijkt zich te richten tot juristen. Maar het richt zich in feite, denk ik, al wat meer op die bedrijven, die ondernemingen. Ja. Hè, van, we zijn ook heus wel, we staan wel bekend als voor de overheid. Een heel rustig, diepzinnig kantoor. Dat is een beetje ons imago. Maar we doen juist vastgoed. Mm-hmm. En commercieel en pleiten. En, wij zijn ook Zuidas. Veel bekende ondernemingen kiezen voor Pels Rijken. Is dit vanwege ons vakmanschap, onze diepgaande kennis? Of zou het onze betrokkenheid zijn? Diepgaande kennis waarvan? Ja. Kunnen we ons alvast afvragen. Ja. Van het recht of van andere dingen? Ja, of van de overheid. Of van de overheid, precies. Ja. We kunnen nu nog heel naïef aannemen het recht. Diepgaande kennis van de wet. Ja. Integer blijven, terwijl je de overheid vertegenwoordigt en grote commerciële bedrijven, lijkt mij alleen mogelijk als je juist niet heel betrokken bent, maar afstandelijk, neutraal en zakelijk. Normaliter, als je als advocatenkantoor zegt, we zijn maatschappelijk betrokken, dan bedoel je dat je
je steentje bijdraagt aan goede doelen en dergelijke. Mm. Je ziet als je kijkt naar het eerste frame van de video dat de acteurs niet in een natuurlijke beginhouding staan voor de dialoog die ze gaan hebben. Ze staan in een gekke houding en dan gaan ze naar de dialooghouding. Ja. En de reden dat dat zo is, is dat ze moeten beginnen in de nachtwachthouding, want zo staan ze op de poster. Ja, en dat is een houding waarin enorm veel symboliek, ook omdat die mensen niet kunnen bewegen, moet veel te veel gecommuniceerd worden met die houding. Het is al onnatuurlijke beginhouding, het is een onnatuurlijke setting, het is een hele onnatuurlijke tekst en het is hele onnatuurlijke muziek. Ik hoef er geen artistieke normen op los te laten om dit slecht te vinden. En ze hebben een prijs gewonnen, de Gouden Toga, voor beste campagne in deze branche. Ja, en ik denk dat misschien ook, omdat het toch wel heel opvallend is. Het is maar heel opvallend slecht eigenlijk. Ja. Maar daardoor... Een hele dure manier slecht. Ja, maar je vergeet het daardoor niet. Ja. Oké, dan de volgende video is werken voor de landsadvocaat. Deze video verwijst naar het aanreiken van een brief door Pieter de Hoog. Schilderij. Ja, ik had het wel door. Goeie, check het nog even. Bij Pels Rijken is de woensdagmiddag een belangrijk leermoment. Dan hebben we namelijk de stagiaire werkgroep. Daar worden zaken besproken die voorpagina nieuws zijn. Dat klopt misschien wel, dat die zaken voorpagina nieuws zijn. Maar het is natuurlijk toch niet zo positief. Hè? Het zijn zaken die gaan vaak over de aansprakelijkheid van de staat. Ja. Hè, dus dan staat er bijvoorbeeld op de voorpagina... staat moet de nabestaanden van Srebrenica nou wel of niet de vergoeding betalen. Ja. Door Bert-Jan Houtsager is de landsadvocaat. Die is namelijk partner met Pels Rijken. Dan krijg je de meest unieke achtergrondinformatie. Die zin in combinatie met de toon waarop die wordt uitgesproken, als een onderonsje, suggereert dat Houtsager zijn positie gebruikt om zijn collega's bij Pels Rijken informatie te geven over de overheid die niet op een andere manier te verkrijgen is. Dus mijn vraag is, wat gaan de jonge meesters met deze informatie doen als zij vervolgens een commercieel bedrijf vertegenwoordigen? Gaan ze dan die meest unieke achtergrondinformatie heel integer niet gebruiken? Of zijn ze zo betrokken dat ze toch in die verleiding komen? Ja, ik weet wat je niet te zeggen. Nou, dan gaan we naar de volgende video. Ja. En die heet Meewerken aan de actualiteit. Deze video is gebaseerd op het Joodse bruidje van Rembrandt. Ah. Kijk, we halen weer de voorpagina. Hey, goed. Loopt meteen weg. Niet geïnteresseerd in wat er precies op de voorpagina staat. We hebben op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid. Komt die valse viool er weer in? De cassatie en het milieu. Kijk, direct in de lamp waarschijnlijk. Ja, milieu. Het milieu. Oh. Kijk, we halen weer de voorpagina. Jij haalt de voorpagina niet. Die misstand haalt de voorpagina. Ja. Er gaat nooit op die voorpagina staan wat een mooie dagvaarding van die nieuwe jonge stagiaire bij Pels Rijken. Nee. Natuurlijk niet. Ja, tenzij het een enorme prestatie is als zij winnen. En dat komt op de voorpagina. Ja. Maar dan, hoe groter de prestatie is wanneer je wint, hoe penibeler blijkbaar de zaak was. Ja, zelfs als je wint als, zeg maar, staat, is het nou niet... Neem ik aan dat je als advocaat niet staat van... weer de voorpagina. Ja, dat is een heel raar perspectief. Ja. En ik vind het met name... Want je wilt als de overheid liever niet heel veel procederen, bedoel je, tegen burgers. Ja, je wilt niet steeds van, weer net aangewonnen bij de rechter. Hè? Ja. Dat kon net... Eigenlijk als je als overheid voor de rechter gesleept wordt... Ja. Dan is het eigenlijk al misschien niet... fantastisch wat er gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk niet zo gek. Want Pels Rijken doet zaken die grote impact hebben op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, infrastructuur, ondernemen, cassatie en het milieu. En daarin kun jij je specialiseren. Zodat je echt kennis van zaken hebt. Nou, ten eerste, deze opsomming is al een niet-juridische opsomming. Ja. Cassatie wel. En cassatie is echt een begrip wat juristen gebruiken voor... het procederen bij de Hoge Raad. Ja. Maar die andere begrippen, gezondheidszorg, ja, dat is helemaal geen rechtsgebied. Nee. Dat is een sector misschien. Ja. Infrastructuur ook. Ja, dat heeft niemand heeft een college infrastructuur gehad of zo op de rechtenopleiding. En ondernemen is ook weer super vaag. Het milieu. Dus ze zeggen echt kennis, maar ze bedoelen echte praktijkgebieden. Milieu is de overheid heel belangrijk. Ja. En de gezondheidszorg is de overheid heel belangrijk. In de infrastructuur is de overheid heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ze lijken zich toch te richten tot de ondernemer. Ja. En dan noemen ze juist die sectoren waar de overheid een hele grote rol... Ja. Dus waar je misschien wel iets hebt eigenlijk. Ja.
misschien niet heel direct, maar waar het misschien wel fijn is dat je een ziekenhuis bent, ja, dan moet je toch de overheid een beetje in de gaten houden. Want dan heb je wel een beetje achtergrondinformatie misschien wel nodig. Oké, deze moet ik echt even nemen. Maar laat je telefoonnummer achter, dan bellen wij je terug. Hi, Ivo. Gezien het feit dat ze zeg maar heel erg geroepen van achtergrondinformatie en partner van de overheid. En ook hij zegt, ik moet deze echt even opnemen. Ja. Ondanks dat ik nu deze film aan het doen ben. Maar dit is Ivo. Denk, geef mij echt indruk dat we het hebben over Ivo Opstelten. Ja. De minister van Justitie op dat moment. Ja, inmiddels niet meer, want hij is inmiddels afgetreden omdat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Dat unieke achtergrondinformatie niet gedeeld, kennelijk. En de boodschap is heel duidelijk, we zitten super dicht op de macht. Ja, ja. We zijn de macht en wij twee handen op één buik. Zullen we door naar persoonlijke ontwikkeling? De allerengste misschien wel van het stel? Is goed. Kennis van het recht. Wat kan er belangrijker zijn voor een jurist? Nou, je persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld? Precies. En dit schreeuwt voor mij carrière boven alles. Ja, inderdaad. Kennis? Nee. Zelf beter worden. Een advocaat die zo over zijn werk denkt, die vertrouw ik geen meest unieke achtergrondinformatie over de overheid toe. Dat je inhoudelijk sterker wordt, speciale vaardigheden ontwikkelt of persoonlijk leiderschap. Nee, juist niet inhoudelijk, toch? Ja, want dan is het geen tegenstelling meer. Nee, dat je persoonlijk sterk wordt. Ze suggereert de tegenstelling aan het begin, die heel prikkelend is. En daarna heft ze die tegenstelling eigenlijk weer op. Pels Rijk heeft hiervoor de Verrijking. Een persoonlijk opleidingsprogramma van stagiair tot partner. Opleidingsprogramma van stagiair tot partner. Ja. En we weten allemaal dat die partners, die verdienen ontzettend veel geld. Ja. En dat programma heet ook de Verrijking. Ja, het is een verwijzing naar Pels Rijk, maar... En dat krijg je... Zolang je hier werkt. Bijzonder, toch? Ik vind het ook heel griezelig taalgebruik gewoon. Ja. Zolang je hier werkt. Oh, ja, je moet alles hè? Fantastisch vinden ook. Dat vind ik sowieso nu met solliciteren ook heel weird. Dat je kan dus niet gewoon zeggen, nou, het lijkt me een interessante baan. Mm-hmm. Ik denk dat ik het zou kunnen. Het lijkt me leuk. Nee, je moet echt... Alles is fantastisch. En ze hebben grote dromen om hier 20 jaar. Heel overdreven allemaal. Het komt esoterisch over ook. Ja. Als je eenmaal bij ons binnen bent, als je eenmaal door die deur bent, door paradijs. Die pelsrijke deur, dan krijg je de meest unieke achtergrondinformatie. Dan mag je meedoen aan de verrijking. En dan heb jij impact op het dagelijks leven. En dan haal jij de voorpagina. En het enige wat je hoeft te doen is je nummer achterlaten. Ja. En dan bellen wij terug. Het schrikbeeld dat leken vaak hebben van advocaten, dat bevestigen zij op volle kracht. Je wordt echt verleid, zeg maar, om een hele slechte afweging te maken. Ja. En te denken van, het gaat om mijn ontwikkeling. Ik ga bij Pels Rijk, joepie, of zo. Denk nou even, wat wil je nou, kennis? Nee, je wil jezelf toch ontwikkelen? En bij deze video had ik het sterkste associatie met de film The Devil's Advocate. Ja. Waarin een advocaat wordt verleid om voor een heel chic advocatenkantoor te werken, geleid door Al Pacino, en Al Pacino is Satan. En hij wordt onder meer verleid door vrouwen. Met de allermooiste vrouw is de bedoeling dat hij een kind gaat maken en dat is de antichrist. It's time to step up and take what's yours. Ik weet niet of het Pels Rijk dat hier uitzendt, maar ze hebben wel hele knappe vrouwen uitgekozen voor die video's. En ook weer wat je hier heel duidelijk ziet is dat boek. Dat is echt zo'n studentencollegebundel. Dat is een hele goedkope bundel, zeg maar. Die ook best wel moeilijk te hanteren is. Want er staan alleen maar wetteksten in. Dat gebruiken mensen wel eens bij de studie. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Pels Rijk gebruiken. En daaronder ligt een heel oud boek. Wat echt uitgezocht is. Zo van, dat is een mooi oud boek. En het is sowieso altijd gewoon heel pretentieus om boeken in beeld te zetten. Ja, van, nou, deze boeken hebben relevantie voor dat onderwerp. Voor dat soort subtiel naar de kijker te communiceren. Ja. Blijkbaar wat die boeken betreft, zodra ze genoeg overeenkomst hadden... Met het plaatje. Met het plaatje Lezende Oude Vrouw, de schilderij van Rembrandt, waren ze tevreden. Ja, weet je dat boekje zo, ja, die lijkt wel... Ja, lijkt genoeg op dat schilderij waar verder onze hele campagne niks mee te maken heeft. Nou, en dan gaan we naar de laatste. Die heet heel toepasselijk Masterclass, want daarna gaan we het over de Masterclass hebben. Overigens komt de Masterclass niet ter sprake in de video. Nee, gek hè? Heel raar. Masterclass is gebaseerd op het schilderij De Staalmeesters van Rembrandt, maar weer. We strijden tegen een ander team in nogal een heftige zaak.
We gaan zo ons pleidooi houden en dat moet natuurlijk super strak in elkaar zitten, want ze zijn hier nogal van de inhoud. Die jonge rechts kijkt helemaal niemand aan. Die kijkt naar een muur. Heeft ruzie met een muur. Ja. Hou je ook van juridisch vuurwerk? Ja, vuurwerk is een ruzie. Word je gebeld. Goed. Zijn we eruit? Nee, we zijn er nou uit. Ja. We hadden 10 seconden geleden nog slaande ruzie bij. En ook heel onrealistisch. Je zou het ze misschien kunnen vergeven omdat ze dat plaatje na willen doen. Maar het idee dat er zoveel mensen in toga samen iets zitten voorbereiden is ook bezopen, vind ik. Want de toga is eigenlijk nog, heel ironisch ook als je naar deze filmpjes kijkt, bedoeld om statusverschillen tussen advocaten zoveel mogelijk te beperken. Ja. Vanuit de gedachte dat de rechter niet zou moeten denken van, oh, dat is misschien een heel rijk iemand, of die ziet er heel goed uit, of dat hij zich niet zou laten beïnvloeden door het verschil tussen de beide advocaten. En om die verschillen dan aan de oppervlakte zoveel mogelijk te maskeren, draag je die toga. En hier wordt de toga heel erg als een statussymbool gebruikt. Niet 1 toga, 7 toga's. Daar hebben ze dan ook weer de gouden toga mee gewonnen. Mm-hmm. Ook weer zo'n poging om dat woord een statussymbool van te maken. Want dat is precies wat het niet is, een toga. Precies hetzelfde zijn. Maar nee, maar wij hebben de gouden toga. We strijden tegen een ander team in nogal een heftige zaak. Wij gaan strijden tegen een team van andere advocaten. En we gaan dat professionele strijdje, dat gaan wij winnen. En als wij de beste advocaten zijn, dan gaat de rechter straks ons gelijk geven. Ja. En zegt, gefeliciteerd Pels Rijke. Ja. Het is veel beter advocatenkantoor dan het advocatenkantoor wat deze stoelenfabrikant heeft uit. U bent geweldig. Kan ook wel een filmpje van Pels Rijke zijn dat de rechter met zijn hamer op tafel slaat en zegt, ik stel Pels Rijke in het gelijk. En dan naar de camera eruit, Pels Rijke. Dat is geweldig. Ja. Ik ga strijden tegen die andere advocaat. Ja. Ik ga winnen. En dat is helemaal niet wat je als advocaat eigenlijk zou moeten doen. Daar ben je helemaal niet voor. Je bent er niet om te winnen. Je bent er om voorlichting te geven en informatie te geven. En soms een conflict uit te beslechten, uit te vechten misschien. Oké, natuurlijk hoort dat erbij. Maar dat is niet omdat je dan lekker kan winnen van die ander. Dat is dan omdat die ander niet wil accepteren hoe het recht in elkaar zit op dat moment. Ik zou denken, als je alleen maar wilt winnen, dan is je doel dus niet de rechtsgang bevorderen. Dan bevorder je de rechtsgang alleen als het recht aan jouw kant staat. Ja. En als het recht niet aan jouw kant staat, dan ga je de rechtsgang hinderen. Ja, dan persoonlijk. Toch? Je gaat je persoonlijk ontwikkelen. Het gaat je niet om, het gaat niet om kennis van het recht. Ja. Het gaat om jou. We gaan zo ons pleidooi houden en dat moet natuurlijk super strak in elkaar zitten, want ze zijn hier nogal van de inhoud. Nee, we zijn van uiterlijk vertoon. We zijn van onheilspellende muziekjes. Dan hebben we van alles gezien, maar geen inhoud. Dan nu het slotstuk. Toch? Ja, ja. Pels Rijke heeft een jaarlijkse masterclass voor derde en vierdejaars rechtenstudenten en die heet Meester Z. De campagne, als je dus die recruiter gebeld had, dan was je dit gaan doen. Ja. Dan was je niet meteen, hadden ze niet meteen een baan gegeven. Dan had je je ingeschreven voor die masterclass. Bye. Het zijn echt oude mensen die denken dat jonge mensen dit leuk vinden, zeg maar. Ja, ja. Jack de Vries, echt iemand die zich heel geprofileerd als spindokter. Dus van hoe kom je om de media heen? Ja. En niet van, oké, hoe hou je daar je verhaal op een goede manier? Wat hij hier zegt is, er is maar één reden waarom een journalist met jou praat. Hij is op zoek naar nieuws. Hij is niet op zoek naar feiten. Nee. Hij is niet op zoek naar de waarheid. Onrecht aankaarten. Onrecht aankaarten, nee. Hij wil gewoon kranten verkopen. Ja. Totaal cynisme. Ja. Dus, en ik vind het ook grappig dat het helemaal aansluit bij de visie op de advocatuur. Dus de advocaat is niet bezig met waarheidsvinding, die wil gewoon winnen. Journalist is ook niet bezig met waarheidsvinding, die wil kranten verkopen. Ja. We hebben allemaal iets te verkopen. Ja. We willen allemaal onze persoonlijke ontwikkeling. Daarna gaan ze dus oefenen in het praten met journalisten. Heeft u een woordvoerder? Vindt u nou dat de aanbesteding eerlijk is gegaan? De beslissing is gevallen op ons. En wij vinden dan ook dat dat op een rechtmatige wijze is verlopen. Of iets rechtvaardig is, hangt af van of het in mijn voordeel is. Er zit niet eens meer de suggestie van een argument tussen. Nee. Nee, en wat ik ook heel kwalijk vind, het klinkt juridisch. Ja. Rechtmatige wijze. Ja. Blijkbaar vertegenwoordigt dus deze jurist een bedrijf dat die aanbesteding heeft gekregen. Dus wat voor rechtsgebied laat ze nou zien? De overheid, ondernemers en hoe dat erg samen komt. Speelt u niet onder één hoedje met de gemeente? Op welke manier lijkt dat? De rechter staat aan onze zijde. Totaal leeg antwoord. Ja. Jack de Vries kan
Ja, niks gezegd. Top. Jij vindt blijkbaar dat ik onder één hoedje speel. Ik vind niet eens dat ik verplicht ben om dat aan jou te ontkennen. Ik geef jou helemaal niks. Ik stel een wedervraag. Ja, de rechter staat aan onze zijde. Ook een hele foute manier van uitdrukken, vind ik ook. Ja. Want de rechter hoort volgens mij nooit aan de zijde van iemand te gaan staan. Maar die hoort gewoon een rechtvaardige uitspraak te doen. Ja, exact. Ze hadden kunnen zeggen, de rechter heeft ons gelijk gegeven. Ja. Maar ze zeggen, nee, die rechter, ja, dat die staat er ook bij ons. Dat is ons vriendje. We hoeven niet eens onder één hoedje te spelen met de gemeente. We hebben gewoon die rechter, die hebben we al. En gewoon helemaal geen juridische inhoud. Terwijl je kan ook antwoord geven met juridische inhoud. Ja, dat kan hier heel makkelijk. Ja, dat is juist. Want het zijn eigenlijk makkelijke vragen waar je helemaal niet uit hoeft te redden. Nee, want er is niks aan de hand. Het staat gewoon op een gang. En als je dan in al die filmpjes roept van, weer de voorpagina. Fantastisch. Ja, inderdaad. Geweldig. En er komt een journalist en die zegt van, oké, wat denk je dan? Nee, zeg niks. Moet ineens denken aan Departed. Do you have anyone in with Costello presently? Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. My theory on feds is they're like mushrooms. Feed them shit and keep them in the dark. Girls have a good day. Dan zegt een verliezende jurist. We zijn ook zeer, zeer verbaasd over de uitspraak van de rechter. Wordt een grond bijgepakt waar de tegenpartij ook niet is over begonnen. Door al die pretenties van de meest fantastische, geweldige inhoud ben je dus heel erg op zoek naar iets juridisch, wat dan ook. En dan ga je al zeg maar, kijken naar dingetjes die misschien in een boekje, wat misschien in een beeld ligt of zo. Mm-hmm. Maar hier wordt het nu eindelijk juridisch. Ja. En ja, ik vind het gewoon echt onjuist. Ja. Hè, als je in de wet kijkt, de wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dan staat daar, de rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan. Ja. En dat is precies wat hij ontkent hier. Ja. Hij zegt, er wordt een grond bijgepakt waar de tegenpartij ook niet is over begonnen. Maar dat is precies wat die regel wil. Dat is namelijk dat de tegenpartij ook niet hoeft te beginnen over die grond. De rechter wil krijgt de feiten en omstandigheden van dus wat er precies gebeurd is, krijgt hij te horen. En de vordering. Dus dit is er allemaal gebeurd en ik wil geld zien. Mm-hmm. En dan kan de rechter zelf een andere grond erbij pakken. Dus hij is zelfs verplicht. Als je bijvoorbeeld een opdrachtovereenkomst opzegt en je gaat naar de rechter, die andere kant gaat naar de rechter, want die zegt, ik dacht dat ik een soort van schadevergoeding kon krijgen als we op het moment dat we uit elkaar gaan. Ja, als je dan niet zegt, volgens mij is het een arbeidsovereenkomst eigenlijk, dan kan de rechter toch zeggen, nou, ik zie die overeenkomst, ik zie jouw vordering, en jij baseert die zelf op een soort opdracht, maar ik denk dat het een arbeidsovereenkomst is als ik naar die vordering kijk. En dan kan hij dat toewijzen. Dus eigenlijk, hij is hier boos dat hij zijn zaak verliest, dat hij hem terecht verloren heeft, maar misschien dat die andere advocaat het slecht gedaan heeft. Ja. Dus die andere advocaat was natuurlijk beter geweest. Ja, als die advocaat zegt dat, nou, het is eigenlijk een arbeidsovereenkomst als je hem die in deze reden. Dus hij dacht, yes, hij noemt het niet, hij noemt het niet. Komt die rechter ermee? Komt die rechter opeens met het recht aanzetten? Ja. Dan moeten we opeens naar een rechtvaardige uitkomst toe, terwijl die sukkel aan de andere kant, die vergiste zich. Ik strijd toch tegen dat andere team? Ja, dat andere team was slechter dan ik. En toch hebben ze gewonnen. Ja. Dit zijn de fouten die je gaat maken wanneer je er zo tegenaan kijkt. That day on the subway, what did I say to you? What were my words to you? Maybe it was your time to lose. You didn't think so. Lose? I don't lose! I win! I win! I'm a lawyer! That's my job! That's what I do! Rest my case. Persoonlijke ontwikkeling is zoveel belangrijker, inderdaad, ook op die masterclass, dan kennis van het recht, dat de meest basale kennis van het recht ondergeschikt is aan aan dat willen winnen en verder willen komen als advocaat en goed willen worden en beter willen zijn dan andere advocaten. Ja. Persoonlijk leiderschap. Ja. Precies. Ja. Ik denk, je zegt dus niet tegen je cliënt, nou ja, als je het nou sowieso bekijkt, dan hebben we eigenlijk wel, dan gaan we die zaak verliezen. Ja. En je zegt, nou, misschien ziet die andere advocaat het wel niet. Dit is een regel die ook een risico in zich draagt. Hè? Ja. Namelijk dat de rechter een beetje gaat meeprocederen met de slechte partij. Ja. Wat hij had kunnen zeggen, en dan had hij bijna hetzelfde toontje gehad. Mm. Dan had hij kunnen zeggen, nou, de rechter heeft er feiten en omstandigheden bijgepakt. Mm. Waar de tegenpartij helemaal niet over begonnen is. Mm. En dan is het wel terecht, want dan gaat de rechter buiten de rechtsstrijd. Mm. En dat heeft met name de achtergrond dat hij dat misschien nog had kunnen ontkennen. Ja. Kijk, wat je niet wil is dat jij bijvoorbeeld een juridisch conflictje hebt.
En dat die rechter denkt, oh ja, Kasper is van de snijd af, nou eens even googelen. Ik zeg, ja, maar ik vind toch hier dat hij een keertje dat heeft gezegd op dat berichtje. Ja. Nou, dan ga ik het niet toewijzen, want dan heb ik dit gevonden op internet. En dat als jij dat had geweten, dat die rechter dat zou vinden, dat je zegt, ja, maar dat heeft de journalist zo opgeschreven. Ja. Ik heb ook nog achteraan gemaild dat ik daar ongelukkig mee was. En, inderdaad, maar dat kom ik dan tegen in de uitspraak. Ja, dus in die situatie is het wel terecht. En dan had hij bijna hetzelfde zinnetje kunnen zeggen. Maar hij zegt het dus precies verkeerd. En dan zou ik nog kunnen zeggen, ja, het is een student en die zegt even... Maar het is de enige moment dat ze een juridisch begrip bijna gebruiken. Ja. Je had het ook niet in het filmpje kunnen doen. Ja. Kunnen denken, ja, wij zijn wel Pels Rijk, we zijn heel van de inhoud. Dan heeft de jongen het net even ongelukkig uitgedrukt dat hij... misschien als hij het net anders gezegd had, dan hadden we het er wel ingestoken. Ja. Ja, wij zijn zo van de inhoud, we laten dat niet gebeuren. Ja. Dat de enige juridische inhoud van al deze promotiefilmpjes helemaal verkeerd is. Kleiduiven schieten. Ik moest denken aan het woord pels, dat ook bondmantel betekent. En een bondmantel wordt gemaakt van de pels van een dier dat is doodgeschoten of geslacht. En ineens zag ik Pels Rijken als een jager die door de rijken het juridische bos in wordt gestuurd om een beer te schieten en dan terug te komen met die enorme pels. Borrel krijgen we dan, mojito's op de bovenste etage van een gebouw met heel veel glas. Want je moet ook een beetje voelen hoe het is om advocaat te zijn als je niet in de rechtszaal zit. Ja. Je moet niet vergeten dat je ook gewoon heel veel mojito's aan het drinken bent. Nu gaan ze, wat gaan ze doen? Een haka. Je bent een advocaat, je bent een schreeuwende aap, je bent een gorilla, je bent een monster. Schreeuw dat je een aap bent. Ze gaan dan dus naar de Raad van State, in toga ook. Ja. Geen gouden toga. Ze zitten in de echte Raad van State. Die man die daar zit, is dat een rechter? Is dat iemand van de Raad van State die even meedoet aan hun... Kijk, voor studenten is het heel gebruikelijk van de universiteit of zo. Dat rechtbanken daar een beetje die mensen welkom heten en een keertje laten oefenen en zo. Maar ja, dit is toch een groot commercieel kantoor. Wil je nu de indruk wekken dat je niet alleen speciale toegang hebt tot de bestuurlijke macht, maar ook tot de rechterlijke macht? De rechter staat aan onze zijde. Als het helemaal niet klopt dat ze speciale toegang hebben bij de rechterlijke macht, dan suggereren ze dat wel een beetje hier. Ja. Dus is dat op zichzelf al kwalijk. En als het wel klopt, dan is het ook kwalijk. Afgezien van wat het waarheidsgehalte is van hoe zij zich hier presenteren, vind ik het zeer verontrustend dat zij zich zo willen presenteren. Nee, ze hebben nergens jou gerustgesteld van, we hebben af en toe verschillende petten op, maar dan gaan we heel integer mee om of zo. Nee. Ze zitten meer van, twee petten, kijk. Ja, precies. Ze lijken er helemaal geen rekening mee te houden dat die zorgen zouden kunnen ontstaan bij de kijker van deze video's. Nee. Dus blijkbaar... Zij denken dat iedereen dit fantastisch geweldig. Ja, en ik denk eerlijk gezegd ook, durf dan wel een stapje verder te gaan, als je niet bang bent dat dit kan gebeuren, dus belangenverstrengeling, dan gaat het waarschijnlijk gebeuren. Ik had een artikeltje gevonden in het Reformatorisch Dagblad van november 1988. Mm-hmm. En ik vond de kop heel grappig. Publiek wil meer doorzichtigheid. Mm-hmm. En dan staat erbij, advocaten mogen reclame maken. En dat is dus eigenlijk best wel laat nog, hè? Eind jaren 80. Advocaten mogen voortaan reclame maken. Dat reclameverbod voor die beroepsgroep werd gisteren opgeheven. Wat ze dan schetsen aan het einde is... Voorstanders van het opheffen van het reclameverbod vonden dat het publiek er recht op heeft te weten bij welke advocaat men het beste terecht kan en wat diensthulp kost. Tegenstanders meenden dat volgens de gedragsregels voor advocaten publiciteit een bedreiging is voor het vertrouwen in de advocatuur. Ja, dus ook die toga eigenlijk, die wil dat advocaten gelijk zijn. Ja. Het is een heel oude... traditie om het eigenlijk als een gevaar te zien voor de rechtsstaat als de ene advocaat heel veel beter zou zijn dan de andere. Omdat je dan eigenlijk de orde, je ziet het nog wel eens aan advocaten die zeggen confrère of zo, broeder, een soort broederschap, waarbij je eigenlijk iedereen aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen. Mm-hmm. En als je accepteert dat de ene heel veel beter zou zijn dan de ander, dan krijg je eigenlijk een onrechtvaardig stelsel. Ja. Eigenlijk zou je willen dat alle advocaten ongeveer even goed zijn. Ja. Zodat iedereen gewoon een eerlijke kans heeft bij de rechter. Ja. En niet dat er één advocaat rondloopt in een gouden toga. Die altijd wint. Omdat die gewoon fantastisch is. Maar ik denk als je heel erg gaat richten op de vraag. En dus gaat denken, wat wil de cliënt? En we moeten, het ging ook, dat reclame voor het afschaffen ging ook over meer de cliënt beter helpen. Ja. Wat wil de cliënt? Ja, die wil vooral winnen, denk ik. Ja. Dus wat krijg je dan? Advocaten die zeggen, ik ga winnen en ik ben goed. Ja. En je kunt die tendens alleen maar stoppen wanneer de advocaten gezamenlijk, inderdaad als confrère, zeggen,
Het gaat niet om winnen. Dus de cliënt die dan zegt, ik wil een advocaat die wint, die krijgt bij elke advocatenkantoor het antwoord, daar gaat het niet om. Ja. Maar als er eenmaal een paar advocatenkantoren zijn, die zeggen, bij ons wel. Ja. Bij ons gaat het dan wel om. Die gaan het dan heel goed doen en dan moeten die anderen mee. Ja. Ja. Ik denk dat dat gebeurd is. Ja. Je kan moeilijk zeggen, ja, bij Pels Rijken win je de zaken. Ja, precies. Maar bij mijn kantoor, dan krijg je echt de goede informatie. Ja, precies. Dus dan kan ik zeggen, ja, kijk, bij Pels Rijken krijg je misschien die 100.000 euro. Ja. Maar bij mij krijg je heel goed advies. En krijg je heel goede voorlichting over hoe de wet nou eigenlijk in elkaar zit. Ja. Zeg maar. Ja. Wat zegt je geweten? Ja, ik ben bang dat inderdaad de gemiddelde cliënt dan voor Pels Rijken gaat. Ja, maar dit is de overheid, hè? Huh? De overheid maar het is de grootste zeker. En ook de overheid dus blijkbaar. Die zou toch moeten zeggen van, ik wil het recht zelf gemaakt. Ja. Ja, de overheid zou wat mij betreft nu terecht kunnen zeggen tegen Pels Rijken, dit is niet waarop we jullie hebben uitgekozen, dus misschien moet er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart worden. Ja, we willen niet mensen die alles maar willen winnen, we willen mensen die ons goed, eerlijk voorlichten. Want inderdaad, jullie houding is misschien heel, past misschien heel goed bij het vertegenwoordigen van McDonald's. Ja. Of Shell. Ja. Maar niet bij het vertegenwoordigen van de Nederlandse overheid. Dat zou ik hopen. Maar ja, als de banden zo nauw zijn als Pels Rijken beweert. Ja. Dan zullen die nog wel even stand houden. Ja, Ivo. En je moet maar eens in China en Rusland naar militaire parades gaan kijken. Iets een heel sober van opzet. Ja, super. Alexander Gerasimov. Ja. En ook zeg maar de paleizen en de gewaden van Afrikaanse koningen zijn super minimal, zou ik bijna zeggen. Less is more. Alleen maar omdat wij hebberig zijn. Nu komt de aap uit de mouw, zou ik kunnen zeggen. Dat is echt pathetisch. Als de cashière haar heeft gevraagd om haar legitimatiebewijs en zij zegt, nee, ik ben 26, dus ik hoef me niet te legitimeren. Ja. En ze is 23, dan heeft ze gelogen. Alleen, het maakt niks uit dat ze gelogen heeft, want ze mag gewoon alcohol kopen.